zeekraal kleurt echt adembenemend rood. Ik wil je toch even meenemen met deze teaser. Want hij is nog niet in de winkel, althans volgens mij nog niet. Maar ik mocht hem inmiddels al proberen. En dat is de gloednieuwe filterhouder van Benro. En ja, toen ik de mogelijkheid had om die mee te nemen naar Schiermonnikoog, toen is hij meteen de tas ingegaan. Ik wil hem eventjes demonstreren en even laten zien wat hij kan. En ik moet eer bekennen, ik ben altijd wel sceptisch met nieuwe spullen, maar hier ben ik toch erg van onder de indruk. Als je hem opendraait, hij klikt er zo vanaf. En je klikt hem er zo weer op en dan kun je hem vastzetten. Dus wat dat betreft is het al heel makkelijk. Nou, als je goed kijkt, ja, dat kan ik natuurlijk niet zien, want ik heb er een filter al voor zitten. Maar als ik hem even de filter wegdraai, en dan zie je hopelijk, ja, zie je wat? Ja, je ziet wel wat. Dat daar een polarisatiefilter al in zit, die vervolgens met deze draaischijf hier te bedienen is. Maar het allermooiste misschien wel is het feit dat de filters, zoals je hier kunt zien, in speciale houders zitten. En dat is, scheelt wel ongelooflijk veel met krassen, met vette vingers, maar ook met een stukje lichtlekken. En misschien wel een van de mooiste features, ik moet bekennen dat ik het eigenlijk toch wel heel erg gaaf vind. Ik ga even aan deze kant staan. En de mooiste features is nog wel dat je vervolgens hier aan een wieltje kan draaien. En de grap is, als ik deze naar achteren klik, dan klikt hij in een soort tandwielgeheel. Moet je eens kijken, joh. Dan kun je dus met behulp van het wieltje perfect je filter bedienen. Heb je nou meerdere filters ervoor? Ik heb er nou maar eentje voor zitten. Maar heb je er nou meerdere filters voor zitten? Dan kun je hem gewoon één klikje naar achter doen en dan bedien je dus de volgende. En nog een klikje naar achter en dan bedien je zelfs de derde. En via deze draaischijf bedien je polarisatiefilter. Nou, ik wil je toch eventjes meenemen. Moet je eens kijken. Plasje. Prachtige wolkenlucht. Ik zal eens eventjes laten zien hoe ik daar een foto heb van geprobeerd te maken. Nou, hier zie je dat de filter veel te hoog zit. En ik kan hem dus gewoon prachtig draaien. En dan zie je gewoon hoe die filter heen en weer gaat. En uiteindelijk gewoon op de goede plek terecht komt. Nou, inmiddels is de zon ietsjes minder geworden ten opzichte van net. Dus ik ga je lekker stiekem even de foto van net laten zien voordat ik begon met filmen. Moet je eens kijken. Dus ik geniet nog even verder. En mocht die straks uitkomen, die filterhouder. Ik heb geen flauw idee wat die gaat kosten. Maar wat mij betreft nu al een groot succes.